Ja, vrienden. Daar zitten we dan, met die affaire Groningen. En ja, jullie weten het ook al heel lang. Net als ik heb dat natuurlijk ook al vaak gezegd. De politiek, die is helemaal niet bezig met de mensen in Nederland. Die komen helemaal niet op voor de burger. Daar hebben ze helemaal geen interesse in. Die zijn alleen politiek. Die zijn alleen daar voor zichzelf. En die zijn alleen maar bezig met machtspelletjes. En wat ze niet doen, en al heel lang niet doen, dat is luisteren naar de burgers. He? Want burgers vertellen hun, dit deugt niet, dit willen we niet. Maar politiek, fokken, maar dat is dan weer de arrogantie van de macht. Totaal niet geïnteresseerd. Ben je gek? Wij rommelen gewoon door in Den Haag. En dan hebben ze ook nog eens een keer hele matige ambtenaren waar ze geen toezicht op houden. Want dat moeten ze doen. Daarom hebben de mensen op hun gestemd. Maar nee hoor. En ze laten iedereen maar zwemmen en gaan. En dat is gebeurd met de toeslagenaffaire. Ja, één groot drama. En ook is dat eigenlijk gebeurd met het asielbeleid, want heel Nederland laat al heel lang weten, jongens, niet zoveel meer erbij, we zitten vol. Maar nee, er wordt niet naar geluisterd. En waar ook niet naar geluisterd wordt, dat zijn de boeren. Want straks komt er weer natuurlijk een rapport uit over het boerengebeuren. En dan zal je zien dat die ook weer tot de conclusie komen dat de politiek niet genoeg heeft geluisterd naar de boeren. Ja, er wordt gewoon niet naar geluisterd. En wat gebeurt er nu dan? Naar aanleiding van het Groningen verhaal. Nu tuimelt iedereen over elkaar heen om te zeggen, Rutte moet weg. Ja, Rutte moet aftreden. En ja, dat klinkt dan zo logisch, hè, vrienden. Maar ik heb daar een heel, heel slecht gevoel over. Ja, mijn gevoel zegt mij gewoon dat dat niet gaat gebeuren. Want die Rutte, die is natuurlijk zo verschrikkelijk glad als een paling in een emmer snot. Daar krijg je geen greep op die Rutte. En die gaat zich hier weer uit manoeuvreren en wauwelen. En ja, hup, Mr. Teval, zoals die ook wordt genoemd. En zo gaat dat gebeuren met Rutte. Die gaat dat eventjes even parkeren. En dat wordt dan eventjes op de lange baan geschoven. Ja hoor. En dan horen we een tijdje niks. Ze komen intussen die verkiezingen. En die Rutte, dat gaat maar door. Let op, zo ben ik bang dat het gaat gebeuren. En nog even wat. Let op met die verkiezingen. Al die VVD'ers. Hè, want die hebben dit ook weer veroorzaakt natuurlijk. Dit hele gebeuren. Die gaan gewoon weer op hem stemmen. Want iedereen denkt nu, ja, maar nu worden ze afgestraft. Hè? Half maart. Nou zijn ze aan de beurt, VVD. Ben je gek? Ben je gek? Gaat niet gebeuren. Nee, vrienden. Echt niet. Die VVD'ers gaan gewoon weer op de VVD stemmen. En die verliezen bijna geen zeteltje. Daar ben ik zo verschrikkelijk bang voor, vrienden. Ja, een oud gezegde. Ja, wordt weer nieuw leven ingeblazen. Ze drinken een glas. Ja, ze doen een plas. En alles blijft zoals het was.